Een mooie functie in Inventor is dat je zelf de mogelijkheid hebt om kleine programma's te schrijven om het werken in Inventor wat makkelijker te maken. Dit kan met VBA, iLogic Rules of .NET Assemblies. Cadix heeft hiervoor een mooie app geschreven om al deze programma's te kunnen beheren en hier makkelijk knoppen voor te kunnen maken om ze op te starten. Hier heb ik een voorbeeldje. Deze knop, Background. Daarmee kan je met één druk op de knop de achtergrond veranderen in Presentation. En weer terug met nog een keer klikken. Hier zit ook een simpele iLogic rule achter, die je middels een knop gemaakt in de Buttonizer kan oproepen. De Buttonizer kan ook uitklapmenu's maken. Zo zie je dat hier nog meerdere knopjes onder zitten om ruimte te besparen. Screenshot, hiermee roep je standaard knipprogramma van Windows op. Dus je bent niet beperkt tot de iLogic rules. Je kan ook Windows programma's oproepen. Ga ik nog even naar de drawing omgeving. Hierin zie je ook een aantal knoppen, ook gemaakt met de Buttonizer. Precision roept ook een iLogic rule aan die de afronding van jouw bemating kan aanpassen. Bijvoorbeeld 4 cijfers achter de komma. Dan zie je dat dat toegepast wordt. Papierformaat. Als ik daar met mijn muis op ga staan, krijg je nog meer informatie te zien. Dat is ook mogelijk met een Buttonizer, dat je nog extra aan elke knop extra informatie kan toevoegen. Ik sluit alle tekeningen even af. En nu ga ik nog even naar de Buttonizer zelf. Onder de tab Tools zie je de Buttonizer knop. Dan krijg je dit schermpje te zien. En hierin kan je de configuratie aanpassen van de verschillende knoppen. Bijvoorbeeld de Drawing Utilities waar we net in zaten met deze 4 knoppen. Je kan de knoppen aanpassen. Je kan met de rechtermuisknop kan je een nieuw knop toevoegen. Alles kan je hier configureren in deze Buttonizer. Bedankt voor je aandacht.